Welkom. Wij kregen heel veel vragen de afgelopen tijd van onze subscribers. De meest gestelde vraag was: wie wint het boek van Nick Maagman? Ja, en wij hebben een top 3 vandaag meegenomen. En daarvan kiezen we er één. En wat het leuke is, Nick die vond het zo'n leuke actie. Die heeft alle vragen beantwoord. Dus de antwoorden vind je ook in de comments op ons kanaal. Ja. Maar de top 3, wat was nummer 3? Nummer 3 was: hoi Nick, wat is je leukste schaakherinnering? Ja, en hier komt dus het behalen van de Nederlandse jeugdtitel in 2013. En daarna behalen van de meestertitel tegen de Poolse grootmeester. En wat het leuke is wij hebben die partijen dus even op kunnen zoeken. Dat doen wij op, online kan je dat doen bijvoorbeeld op chessgames.com. En dan zie je hier bijvoorbeeld Nick tegen meneer Krasenkamp. Met daar een hele partij van 82 zetten. Dus zo. Die kan je helemaal terugvinden. En dan kun je zien wat Nick erbij schrijft. Lang manoeuvreren. Nou, 82 zetten vinden we wel lang. Ja. Het dubbele pluspion. Ongelijke lopers. Ja, het schijnt dus precies genoeg te zijn voor de winst. Dus dat konden wij vinden. Ja. Wat hebben we nog meer? Wie is nummer 2? Nummer 2 is: hallo Nick, wat is de leukste partij die je ooit over bord hebt gespeeld? Nou. En daar antwoordt hij op dat dat een oude partij is tegen Ivo Maris op het Open Nederlands Jeugdkampioenschap in 2012. En had zeer veel dynamiek en onconventioneel spel. En vooral de set Z23, C4. Daar moest heel veel gerekend worden. En daarom hebben we even die zet voor jullie. Wij hebben ook Chess Base, hebben wij. Daar kun je hem ook vinden in de Mega Database. Hij heeft hem hier nog ondergeplakt. Maar kijk maar even naar deze stelling. Dat is echt super dynamisch. Ja. Maar de winnaar. Dat is Fixfox. Zijn vraag was: hallo Nick, wat vind jij mooier? Mat door onderpromotie of mat met een pion? En hij antwoordt daarop: mat met onderpromotie is heel zeldzaam. En al helemaal als je tot paard moet promoveren, terwijl promotie tot dame de winst weggeeft. Ook wel. Stuur ons even je adres via een e-mailtje, schaakvlog. Ja, want dan sturen wij dit mooie boek naar jou. Helemaal fijn. En we hopen nog meer acties van dit soort te hebben de komende tijd. Ja. En we zijn heel actief in de schaakwereld. Je komt ons misschien wel tegen op toernooien. Ja. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en succes!